De vorige keer zijn we in Handelingen 8 begonnen, vandaag gaan we verder met uitzending 331. We lazen over de zware vervolging waar de christenen mee te maken kregen. Saulus is een van de meest fanatieke tegenstanders. Hij probeert de gemeente van Christus zoveel mogelijk kapot te maken. Door de vervolging vluchten vele gelovigen en overal vertellen ze over het evangelie. Filippus komt in Samaria terecht. De Samaritanen waren een mengeling van verschillende volken en Israëlieten. Filippus vertelt hen over Christus. De inwoners van dit gebied zijn bereidwilliger om te luisteren en erover na te denken dan de Joden. Er komen veel mensen tot geloof, zieken worden genezen. En mensen die bezeten zijn door boze geesten worden bevrijd. De Samaritanen hadden al eerder gezien dat er meer is dan de zichtbare wereld. Een man, Simon, had bijzondere dingen gedaan. Zijn tovenarij had de mensen versteld laten staan. Men dacht zelfs dat hij een kracht van God bezat, totdat ze het evangelie van Jezus Christus hoorden. Ook deze man laat zich dopen door Philippus. Hij is enorm onder de indruk van alle wonderen. Het nieuws van de opwekking in Samaria bereikt ook Jeruzalem. Peters en Johannes reizen naar hen toe. Ze leggen hen de handen op en bidden om de Heilige Geest voor deze nieuwe gelovigen. In handelingen wordt dit enkele keren expliciet genoemd, met name als het Evangelie een nieuwe doelgroep bereikt. In het begin van het boek bij de Joden in Jeruzalem, hier bij de Samaritanen en later in hoofdstuk 19 bij de Heidenen in Efeze. Zo ging het Evangelie van Jeruzalem naar Samaria en vervolgens de hele wereld in. Volgens de opdracht die de Heer Jezus aan zijn discipelen had gegeven, vlak voor hij naar de hemel terugkeerde. Simon de Tovenaar bood de apostelen geld aan om ook de gaven van de Heilige Geest uit te mogen delen. Hij begreep er nog niet veel van. Peter zegt hem recht uit waar het op staat: Simon is niet eerlijk voor God en moet zich bekeren. Hoe het met Simon is verder gegaan, wordt niet beschreven. We lezen nu verder over Philippus. De vorige uitzending hebben we afgesloten met een opdracht aan Filippus. Hij moest ervoor zorgen dat hij op de weg van Jeruzalem naar Gaza komt. Kennelijk is hij dan in Jeruzalem. Hij is waarschijnlijk meegereisd met de beide apostelen. Het is opnieuw Filippus die als eerste het evangelie verkondigt aan niet-Joden. Daarom ontvangt Filippus zijn opdracht ook niet als een ingeving, maar verschijnt hem een engel van God. Filippus moet direct opstaan en reizen in de richting van Gaza. De weg waar hij naartoe moet is eenzaam. Daarmee wil Lucas benadrukken hoe onwaarschijnlijk het is dat juist op die weg een belangrijke ontmoeting zal plaatsvinden. Maar Filippus gaat. Samaria ligt in een gebied ten noorden van Jeruzalem. Filippus moet nu de weg naar het zuiden nemen. Het was de handelsroute naar Egypte en Ethiopië. Handeling 8, versen 27 en 28. En hij stond op en ging op weg. En zie, een Ethiopier, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. We lezen hier dat deze man uit Ethiopië de leiding had over al de schatten van de koningen. In feite was hij een soort minister van financiën. Hij was een ambtenaar, een hoge ambtenaar in die tijd. Deze man reisde dus waarschijnlijk niet alleen, maar eerder met een groot gevolg aan dienaren en lagere ambtenaren bij zich. Hij zat dus waarschijnlijk ook niet in een wagen met de teugels in de ene hand en een boek in de andere hand, zoals we hem vaak zien afgebeeld. Hij was een burger van Ethiopië, maar hij was naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden. Bij het woord Ethiopië moeten we niet denken aan het huidige Ethiopië. Waarschijnlijk hoorde Jemen vroeger ook tot Ethiopië dat bij de ouderen onder ons nog bekend is als Abessini. Het is bekend dat de koning van Ethiopië als een god beschouwd werd. Zijn goddelijke positie kostte hem veel tijd, zodat er weinig tijd overschoot voor staatszaken. De echte macht lag daarom bij de Kandake, de koninginmoeder. Zij gaf op haar beurt het beheer aan haar kamerheer. Verschillende vertalingen spreken in plaats van over kamerheer over een eunuch. Want in het Grieks staat er eunochos, en dat was een ontmande. Het kwam in de oudheid veel voor dat het mannelijk personeel dat in het koninklijk Parijs een functie had, gecastreerd was om problemen met de vrouwen van het koninklijk huis te voorkomen. Bovendien kon een eunuch ook nooit een eigen dynastie vormen. Deze Ethiopier behoorde waarschijnlijk tot de mensen die God vereerden, maar was zelf geen jood. Hij was naar Jeruzalem gekomen om God te aanbidden en keerde nu naar zijn land terug. Ter gelegenheid van zijn bezoek aan Jeruzalem had hij een of meer rollen van het oude testament gekocht. De rollen waren met de hand geschreven en uiterst kostbaar. Meestal waren ze niet in het bezit van particulieren en werden ze bestudeerd in de tempel of synagoge. Maar voor de Ethiopier was geld geen probleem. Hoogstwaarschijnlijk had hij de rol of rollen aangeschaft in de Griekse vertaling, de Septuaginta. Want als minister van Financiën en man van politiek aanzien, beheerste hij zeker het Grieks. De rol van Jezaja zal hem aanbevolen zijn vanwege de beloften voor de vreemdeling en de ontmanden in Jezaja 56. Op de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza ontmoet Filippus deze voorname Ethiopier. Handelingen 8 versen 29 tot en met 31 en de geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snaalde er naartoe, hoorde hem de profeet Jezaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg weest? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. Het valt op dat een man als Filippus onmiddellijk reageert op het spreken van de Heilige Geest. Hij doet dat door zich naar de wagen te snellen, geen tegenargumenten. Geen, ja maar, heb ik het wel goed gehoord of verstaan? Hij hoort de Ethiopier hard oplezen uit de profeet Jezaja. Het bijbelgedeelte dat de Ethiopier leest is Jezaja 53 vers 7. Dat handelt over de leidende knecht van de Heer. Een gedeelte dat de meeste Joden ook niet begrepen. Er staat, toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Ondanks zijn positie, zijn functie en het feit dat Philippus een vreemde voor hem is, wijst de Ethiopier de belangstelling van Philippus niet af. Hij is verlangend om de schriften te begrijpen en nodigt Philippus uit om naast hem in de wagen te komen zitten. Handelingen 8, versen 32 tot en met 34. En het schriftgedeelte dat hij las, was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid, en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal over zijn geslacht vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de Kamerheer antwoordde Philippus en zei: Ik vraag u: over wie zegt de profeet het? Over zichzelf of over iemand anders? Het was uiteraard geen toeval dat de Ethiopier juist dit gedeelte aan het lezen was. Nee, het was sturing van de Heer. Want in geen ander Bijbelgedeelte wordt het plaatsvervangend lijden van de knecht van de Heer, Gods rechtvaardige dienaar, duidelijker beschreven dan in Jezaja 53. Toch was het voor de Ethiopier nog niet duidelijk, want hij vraagt aan Philippus of Jezaja het hier over zichzelf of over iemand anders heeft. Uit zijn vraag blijkt dat hij absoluut onkundig is van de hangbare uitleg van dit Bijbelgedeelte. Hij vraagt zich af of de knecht van de here uit Jesaja 52 en 53 de profeet zelf is of iemand anders. Voor een evangelist als Filippus is het een prachtige aanleiding om een gesprek te beginnen, direct bij de kern van het evangelie: Jezus Christus en zijn sterven aan het kruis. Handelingen 8, vers 35. En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. Vanuit Jezaja 53 verkondigt Filippus dat de Heere Jezus Christus de knecht van de Heer is, de rechtvaardige dienaar van Yahweh. Jezaja profeteert over de Messias Jezus Christus. Hetzelfde deed de apostel Paulus later in de synagoge van Thessaloniki. Jezus Christus is degene die voor de overtredingen van de mensheid gestorven is als verzoeningsoffer tot vergeving van al onze zonden. Maar nu is gij door God verhoogd. De Heilige Geest gebruikt het woord van God om mensen tot verandering te brengen. Niet enkel in het geval van de Ethiopier, maar ook vandaag nog steeds. In Gebreën 4 vers 12 staat Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gevrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. In 1 Petrus 1, versen 22 tot en met 25 zegt Petrus tegen gelovigen: Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongeveinsde bloederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Als de geest van God het woord van God gebruikt, dan gaat er wat gebeuren. Dat zien we ook in deze geschiedenis. Deze mannen zitten in de wagen, bespreken het woord van God, en Filippus vertaalde de Ethiopiër over Jezus. Handelingen 8, versen 36 en 37. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Filippus heeft de man niet alleen verteld dat Jezus de beloofde Messias is, maar ook hoe hij behouden kan worden. Namelijk door te geloven in de Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Daarnaast heeft hij ook gesproken over de doop, net als Petrus in Handelingen 2, vers 38. Daar zei Petrus tegen de mensen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Terwijl Filippus het Evangelie verkondigt en onderwijst: Komen zij bij een water. En de voorname Ethiopier... De minister van Financiën uit de regering van de koningin wil er geen gras laten overgroeien. Wat geweldig! Het zal ook zeker Filippus hebben geraakt en bemoedigd. Vandaag de dag worden er zoveel excuses gebruikt om maar niet te doen wat Jezus vraagt. Ik ben te jong. Hij of zij moet eerst nog een cursus volgen. Misschien moet ik eerst een paar zaken op orde zetten, enzovoort. Jezus vraagt nogthans om onze keuze voor hem te bevestigen met een doop. Net zoals de eunuch hier voordoet. Afhankelijk van het jaargetijde kan het water een wadi zijn geweest tussen Jeruzalem en Gaza. De doop werd in de eerste christengemeente toegepast zodra men tot bekering en geloof in de Heer Jezus was gekomen. De doop symboliseert verschillende zaken, zoals de afwassing van de zonden, of, met een ander voorbeeld, de begrafenis van het oude zondige leven. Daarnaast ook het bekleed of omhuld worden met Christus en de geboorte van een nieuw leven. Het mooiste vind ik persoonlijk toch: een doop is een zichtbare bevestiging van een onzichtbare keuze. Filippus antwoordde dat als men met heel het hart in Jezus gelooft, er niets op tegen is. En dat is vandaag nog niet veranderd. Inderdaad, nog het feit dat de man een buitenlander is, nog het feit dat hij een ontmande is, is een blokkade voor zijn doop. Er is niets op tegen als men met heel het hart in Jezus gelooft. Het lijkt eenvoudig. Toch zijn er onder christenen verschillende meningen over de doop. Bij de bespreking van de Romeinenbrief zullen we daar wat dieper op ingaan. Handelingen 8, versen 38 en 39. En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de Kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de heer Filippus weg, en de Kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Nadat beide mannen uit het water omhoog geklommen zijn, is Philippus ineens verdwenen. Opmerkelijk is dat Lucas niet vermeld of er gebeden is voor de vervulling met de Heilige Geest. Herinner je de vorige uitzending nog? Meer bepaald vers 16, waar het lijkt alsof er een extra handeling nodig is voor het ontvangen van de Heilige Geest. Nochtans is alles hier verlopen naar Gods wil. Wij kunnen het handelen van de Heilige Geest niet in hokjes duwen, om het beter te kunnen uitleggen. De Heilige Geest is God, dus soeverein. De man zal wel verbaasd hebben opgekeken toen hij merkte dat Filippus er niet meer was. We mogen aannemen dat hij deze wonderlijke verdwijning heeft opgevat als een teken van de Heer. De Geest van de Heer nam Filippus weg. Dergelijke gebeurtenissen zijn bekend uit het Oude Testament. Over wegvoeringen door de Geest van de Heer spreken 1 Koning 18 en 2 koningen 2 terwijl in Ezechiel 11 sprake is van een weggevoerd worden en een visioen. Ook Paulus spreekt daarover in 2 Korinthe 12 vers 3. Ten slotte wordt bij de wederkomst van de Heere Jezus Christus de gemeente opgenomen of weggevoerd in de lucht, Christus tegemoet. Toen zij uit het water kwamen, nam de geest van de Heere Filippus weg. Hierbij zien we ook dat de Heilige Geest persoonlijke eigenschappen heeft. Hij is niet alleen een kracht die mensen inspireert, maar duidelijk een persoon die het initiatief neemt. Maar waar is Filippus dan naartoe? Handelingen 8, vers 40. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod, en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Na zijn plotselinge verdwijning blijkt Filippus in het 30 kilometer ten noorden van Gaza gelegen Asdod te zijn. Azot ligt in de Gazastrook, het is een havenstad en badplaats in het westen van Israël, gelegen aan de Middellandse Zee. De stad ligt ongeveer 41 kilometer ten zuidwesten van Tel Aviv. Hoe de Heere Filippus heeft verplaatst, wordt niet vermeld. Dergelijke door de Heilige Geest bewerkte verschijningen lezen we in Johannes 20 ook van de Heer Jezus, na zijn opstanding. De Heilige Geest is een onderpand van de toekomstige heerlijkheid. Het is dan ook begrijpelijk dat in het leven van geestvervulde mensen iets van die heerlijkheid en kracht zichtbaar wordt. Van Asdod reist Philippus noordwaarts in de richting van Caesarea, terwijl hij het evangelie verkondigt in alle plaatsen, waarschijnlijk alle steden tussen Asdod en Caesarea, zoals Ekron, Rama en Joppe. Philippus vestigde zich met zijn gezin in Caesarea en hij woonde er nog toen de apostel Paulus met Lucas bij hem kwam logeren. Handelingen 9 versen 1 en 2 Saulus, nu, die tegen de discipelen van de Heer nog steeds brieste van dreigingen en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als gij er enigen zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. Met Handelingen 9 keert Lucas terug naar de hoofdpersoon van dit gedeelte van het Bijbelboek Handelingen, namelijk Saulus. We kwamen hem al tegen in Handelingen 7 en 8. De geschiedenis die we nu gaan lezen, wordt ook in handelingen 22 en 26 verteld, maar dan door Paulus zelf. In handelingen 8 vers 3 was Saulus begonnen met het vervolgen van de gemeente te Jeruzalem. Daartoe had hij de bevoegdheid van de hoge priester ontvangen. Zijn haat tegen de naam van Jezus en zijn gemeente was zo groot dat Saulus de leerlingen van Jezus fanatiek bleef achtervolgen en hen bedreigde met dood en gevangenis. De reden van die haat moet gezocht worden in Saulus' fanatisme voor de Joodse leer en tradities. Hij moet al vroeg beseft hebben dat het evangelie van Jezus Christus inhoudt dat de tijd van de wet van Mozes voorbij is. Hoewel buiten Stefanus geen concrete gevallen worden genoemd waarin Paulus bij de doodstraf van een gelovige betrokken was, zegt Paulus zelf in Handelingen 22 vers 4 dat hij de gelovigen ten dode toe heeft vervolgd omdat behalve de apostelen de meeste volgelingen van de Heer Jezus uit Jeruzalem waren weggevlucht, gaat Saulus nu naar de Hoge Priester om toestemming te vragen en ook buiten Jeruzalem en Judea te vervolgen, namelijk in Damascus. Wanneer Paulus, zoals men aanneemt, voor 35 na Christus tot bekering is gekomen, moet het hier nog steeds om de Hoge priester gaan. Saulus krijgt de toestemming van de Hoge Priester en gaat op weg. Zijn doel is Damascus. Een stad met enkele tienduizenden Joden. Volgens vers 2 waren er een aantal synagogen in Damaskus. Handelingen 9, versen 3 en 4. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damaskus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Terwijl Saulus met zijn medewerkers op reis is. En Damascus al nadert, er plotseling een licht, verder dan het licht van de zon dat hem omstraalde. Volgens handelingen 22 zagen de reisgenoten van Saulus dit licht ook. Ze schrokken allemaal zo dat zij allemaal, inclusief Saulus, op de grond vielen. Licht, bijvoorbeeld in de vorm van vuur of bliksem, is dikwijls een begeleidend verschijnsel wanneer de Heren zich openbaart. Ook dit licht was een manifestatie van de aanwezigheid van de Heren. En, alhoewel Lucas dat hier niet uitdrukkelijk zegt, moet Saulus ook een verschijning van de verheerlijkte Christus hebben gezien. Op deze en volgende verschijningen van de opgestaande heiland zal het apostelschap van Paulus berusten. De bediening van het eerste apostelschap hield onder andere in een getuige te zijn van de opstanding van de Heer. Handelingen 9, vers 5: En hij zei: Wie bent u, Heer? En de Heer zei: Ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. In dit vers valt de onwetendheid van Saulus op. Hij was in zijn tijd waarschijnlijk een briljant man. Afgestudeerd aan de universiteit van Tarsus, de grootste Griekse universiteit van die tijd. Student geweest in de school van Gamaliel, een van de bekendste Hebreeuwse geleerden. Geoefend en thuis in alle details van de Joodse godsdienst. Maar Saulus kent de Heer Jezus Christus niet. Want hij vraagt: Wie bent u, Heer? Met zijn achtergrond en al zijn kennis wist Saulus niet wie Jezus was. Wat gaat er nu gebeuren? Zal de Heere Jezus zijn vijand vernietigen? Nee, Jezus Christus is gekomen om het verlorene te zoeken en daar hoort Saulus ook bij. Handelingen 9, vers 6 En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op. En ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Saulus ligt in het stof op de weg naar Damascus. Wij kunnen ons er nauwelijks een voorstelling van maken wat de woorden van Jezus en Saulus teweeg hebben gebracht. Saulus dacht dat hij de God van Israël diende door de gemeente van Jezus fanatiek te vervolgen. Nu blijkt de hemelse stam de stam van de Heer Jezus te zijn. Op dat moment stort zijn wereld van eigen gerachtigheid in. Saulus blijkt nu zelf een godlasteraar, vervolger en geweldenaar te zijn. Ook vandaag zijn er vervolgers van het christendom die ervan overtuigd zijn dat ze de ware God ermee dienen. Het belangrijkste is hoe ze ermee omgaan als hun ogen geopend worden. Blijven ze volharden in de boosheid? Saulus alvast niet. Hij toont in zijn antwoord zijn verandering. Hij vraagt wat de Heer wil dat hij zal doen. Hij is klaar om de wil van God te doen. Hij is helemaal veranderd van denken. Handelingen 9, vers 7 tot en met 12 En de mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond, en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damaskus. En gedurende drie dagen kon hij niet zien, en at en dronk hij niet. En er was een zekere discipel in Damascus, van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias. En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is uit Tarsus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. De dagen van vasten waren in de eerste plaats een teken van totale ontreddering en van berouw, vanwege de ontdekking dat Jezus toch de beloofde Messias was, en dat hij zwaar had gezondigd, door de gemeente van de Heer te vervolgen. Het gebed om vergeving zal daarbij zeker een belangrijke rol hebben gespeeld. Nog voordat de Heer Jezus aan Ananias verschenen was, had hij de blinde biddende Saulus in een visioen getoond hoe er iemand binnenkwam om hem de handen op te leggen, zodat hij van zijn blindheid zou worden genezen. Ook de naam van die man, Ananias, had de Heer aan Saulus reeds bekendgemaakt. In de volgende uitzending lezen we hoe het verder gaat met Saulus en die Ananias. geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar DoorDebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchment en Ann Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.